Vandaag zijn we in Hellevoetsluis. We gaan magneetvissen voor het goede doel. Georganiseerd door Olaf de Magneetvisser Team Hellevoetsluis. Al het opgeviste ijzer, alle kilo's, die gaan in een container, worden per aanhanger afgevoerd. En de opbrengst, dat gaat dus inderdaad naar CliniClowns en KWF kankerbestrijding. Ja, het is leuk georganiseerd. We kunnen zo meteen ook nog een lekker broodje kroket halen. Zit er allemaal bij inbegrepen. En ja, hierachter staat al een van de aanhangers, die gaat zo gevuld worden. Maar kijk maar even met mij mee wat er allemaal al is uitgekomen. Hier zijn ze dus 2,5 uur al bezig geweest. Dit is er vanmorgen allemaal al uitgekomen. Fietsen, winkelwagens, alles door elkaar heen. Hey. Hoi! Nog meer winkelwagens, stijgerbuizen, nog een fiets. Nog meer fietsen, nog meer winkelwagens. Lekker bezig, mannen. Heerlijk. Zo, kijk deze stapel. Ongelooflijk. Zo. Jezus, man. Ja. Zo. Bizar hoor dit. Hoi. Jij komt er ook in hoor. Wil je nog de groeten doen aan iemand? Nee. Aan wie? Oké, top man, dankjewel. Zo. Nou, ik haal net dit kleine magneetje binnen. Maar misschien is een van de groepen al verloren. Dus ik ga eventjes rondvragen. Dan is hij weer terug. En anders maken we iemand anders ermee blij. Er is altijd wel iemand die dat kan gebruiken. Ja. Leuk. Wat heb je, John? Breek, breek. Hier de 1040 voor de 1035 over. Zo, wat een ding joh. Zo. Kijk dan joh. Maar inside, kijk, de keuring. Last inspection. Ja, dat is echt nog een nieuwe keuringsticker. Ja, dat is van de politie. Wat voor datum staat erop joh? Dat kun je zien toch? Even kijken. Maand. 9e maand 2010. Nee, of 5? Ja, nee, kijk, dit is 9. Dat is 10. 9e maand 2010. Ja, dus dan, dat is... vrij recent. Dan is die in 2009 erin gegooid, want dat is de volgende keuringsdatum, 2010. Gek hoor. Dus die ligt er al een jaar of 11, 12. Ja. Oud politieding. Wow! Kijk onder de brug, hè? Kijk hoe ze gaan. Kijk dit nou. Dat is de nieuwe hangplek. En als hij nog zo. Ja, maar dat. Hey, dat is wel weer een mooie foto voor de CliniClowns. Hey, we kunnen ook zeggen. Per abonnee €1 aan het donatiefonds. Hey. Voor iedereen die abonneert een paar euro naar de... Oh, ja, dan stort dan... Even abonneren voor de CliniClowns en de KF en kankerbestrijding. Dan ga ik een leuk bedrag overstorten. Dan ga ik ook een leuk bedrag overstorten. Linkje staat onderin denk ik ergens. Ja. Ik monteert hem wel. Yes. Dirk, die miscontent. Kijk. Hij hangt helemaal eronder. Hey, dat wordt een knaller hoor op gezaag. Kijk dan joh. Die belletje. Meestal doen ze dat s'nachts echt die lui. Ja. Die slapen ook de dag. Die slapen toch ook. Nou, je weet nou waar ze slapen. Vaker onder de brug kijken. Hij is gewoon aan de andere kant, hè, dames en heren. Ik heb een zwembroek niet bij me, wat kan je? Kijk, waar is Tim dan? Die vindt dat ook geweldig. Die mist het weer, hè? Ja, die mist, maar die gaat om dit ding wel wachten. Hij regelt het wel, hoor. Hij regelt het wel. Ja, hè? Ja, mooi. Bro, zit het nog goed daar, of niet? Ja? Hij heeft hem gewoon losgekregen. Jij hebt echt een gouden maat, 100%. Ja, dit is echt een goede maat. Echt een gouden man. Ja, man. Even magneet gered, mensen. Voor de goede doelen, om door te gaan vechten. Jullie weten het toch? Ja toch? Strijder. Je lijkt wel Spider-Man, man. Ja, zeker weten. En nu komt hij. Spider-Man komt eraan. Spider-Man komt eraan. Maat, even lachen. En waar zijn je gouden tanden? Die vielen net, hè? Ja. Kijk dan. Jij bent echt een strijder. 100%. Ja, zeker. Zeker. Strijden. Alle tijden. Lekker man, lekker. Lekker, je weet toch. Jij bent echt goud. Jij bent zeker. Echt goud. Duimpelboog. Jullie weten ding en vee. Ja. Duimpie. Abonneren. En jullie weten, jullie hebben altijd een strijder bij. Yes. Duimpje voor ding en vee. Kom snel naar beneden, maat. Zeker. Kom maar. Jij bent echt een gouden maat. Dankjewel. Johan, die mag blij met jou zijn. Je bent wit geworden, jongen. Een fiets. Die is helemaal in de bal gegaan. Zo, die lag ook vast, jongen. Ongelooflijk. Ja, kijken. Wacht, laat me even een stuk maken. Die ligt er al een jaar of 20. Goed dat jullie er weer bij zijn, jongens. Die legt er wel even voor. Zo. Die lag helemaal vast in het slip. Mooi. Goed, we zijn nou eventjes een stukje opgeschoven verder het kanaal. Daar is het winkelcentrum. En ja, waar je het helemaal niet verwacht, komen er ook gewoon nog gekke dingen uit. Kijk maar eens eventjes mee. We staan hier eigenlijk op een afgelegen stuk, maar Dree hier zo, kijk, een Dreetje daar zo, die haalt gewoon een Breitling horloge eruit. Hoe gaaf is dat? Ja, dat is sowieso echt, denk ik. Ja? Gemaakt heeft voor batterijtje checken, technische dingetjes. Zou dat niet zoveel nummer zijn? Weet je, dat zou kunnen hoor. Ik moet zeggen, stel hij is echt, voor hoeveel geld ze dan worden aangeboden? Althans, nieuw. Nieuw. Ja. Nou, jij had het opgezocht net, ja, toch? Nou, sommigen gaan voor €8000 nieuw, hè? Ja. €8000? €8000 nieuw, misschien 3000. Dus stel deze echt. Ja. Dan zou je er zeker nog wel misschien €500. Zo. €400 voor kunnen krijgen, hoor. Ah. Zit er ook diamant in, of niet? Nee. Nee, dat is het, hey, zo luxe is die ook weer niet. Als dat het morgen zo wel uitgaat. Ja, dan kan weggerend, hoor. Nou ja, in ieder geval top. Deze is een leuke vondst. En verder hebben we Team Utrecht! Team Utrecht! Ook aanwezig! Yo! Waar komen jullie nou vandaan? Hè? Rustig! Rustig! Ja, alleen die wat leuks gevonden. Hoi man! Hoi! Rustig! Jij Mark! Hoi! Hoi! Hi! Nou ja, we hebben net een Breitling horloge eruit gehaald, tenminste, Dree. Dus hij is heel licht, ik denk niet dat het echt is. Echt wel zwaar. Wat is dat? Een Breitling horloge. Dat is wel leuk. Leuk vaart. En jullie, hebben jullie nog gehad? Alleen maar zooi. Oké. Okay. Nou, ja, nou hamer. Oké. Okay. Nostalgische hamer. Ik weet wel wat voor stempels. Staat er een stempel op? Ja. Hele dikke laag aan vast. Zo. Even kijken hoor, een beetje in het zonlicht. Oh ja. Ja, er staat wel een stempel en een merk. Ja, dat kan van de ja. Anders dan moeten we het even oppoetsen en een foto in beeld zetten. Een oude boothaak. Oh ja, een oude boothaak. Nou, ook een leuke vondst. Kijk eens. Die voel je in het bos, ik zie je niet. Ja. Voor de keukenbeschrijving. Ja. Lekker hoor. Toch nog wat. Ja toch? Goed, wij gaan de dag afsluiten hier zo. Het was een hele geslaagde, gezellige dag. Olaf en Team Hellevoetsluis, bedankt voor de organisatie. Top geregeld. Zometeen komt er zelfs nog de brandweer om deze straat schoon te spuiten. Alles is opgeruimd naar de 10 kubuscontainer die op de parkeerplaats staat. En ja, ik ben helemaal op. Het was echt ook een intensieve dag, veel gebeurd. Dus wij gaan lekker naar huis, lekker uitrusten, frisse douche nemen. En dan is het weer leuk geweest. Ik dank jullie voor het kijken en tot snel bij de volgende keer. Abonneren. Yes. Ja, ja. Yes.